Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Nog wat restbewolking boven het westen van Nederland, maar dat zal oplossen en dan is het weer ronduit zonnig, waarna in de loop van de dag wel weer stapelwolken gaan ontstaan. Het is ontzettend warm. De warmste nacht ooit hebben we gehad en vanochtend liggen de temperaturen al snel heel dik boven de 25 graden, aan het eind van de ochtend boven de 30 en vanmiddag wordt het 35 tot 36 graden, op een enkele plek zelfs nog iets warmer. Veel zon dus, een paar stapelwolken, heel lokaal in de namiddag of avond misschien een onweersbui, maar dat zal zeer plaatselijk zijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en ook vanavond blijft het heel lang warm boven de 30 graden. Het weer gaat morgen veranderen, want in de nacht kan er in het zuidwesten al een onweersbui vallen en morgenochtend trekken die buien van west naar oost over het land. Daarna stroomt veel minder hete lucht het land in, maar het blijft gewoon zomers. Misschien net niet in de kop van het Holland, 23 graden, in het oosten nog 28 op de thermometers. En vanaf zondag is het gewoon nog steeds zomerweer, met veel zon en temperaturen tussen 25 en 30 graden. Laat op maandag misschien een bui of anders op dinsdag en dinsdag doen we het met 24 tot 28 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.